In deze video zullen we aangeven hoe je met behulp van PyCharm een eenvoudig Python-programma kan maken en uittesten. Vooraleer het eerste programma te schrijven, zullen we in PyCharm een nieuw project aanmaken. Alle programmacode uit deze cursus zal in dit project bewaard worden. We demonstreren ook hoe je binnen een project oefeningen opslaat in verschillende mappen of directories. Laten we beginnen. We starten PyCharm op en selecteren de optie Create New Project. In het Location venster vervang je Untitled door de naam van jouw project. Hier programmeren. De projecten worden standaard opgeslagen in de map PyCharm Projects op de lokale schijf. Wens je dit te wijzigen, dan kan dit door te klikken op deze knop. In het Interpreter-venster selecteer je de gepaste Python-interpreter. Na het creëren van dit project krijgen we dit scherm. Binnen dit project zullen we verschillende reeksen oefeningen uitwerken en om de code overzichtelijk te organiseren maken we per reeks een map of directory aan. We gaan als volgt te werk. Selecteer voor eerst het project. Selecteer dan in de menu File. Bestand, de optie New en kies daarvoor Directory of Map. De naam van de directory voor de eerste reeks wordt reeks 01. In deze map zullen we ons programma's uit reeks 1 bewaren. We maken een eerste Python programmabestand aan. We selecteren in het projectvenster aan de linkerkant de doelmap reeks 01. Nu selecteren we in het menu de optie File New en kiezen daarvoor Python File. We geven de naam op van het bestand, in ons geval som, en klikken op OK. In het projectvenster aan de linkerkant zie je nu in de map reeks 01 het aangemaakte bestand som.py verschijnen. In de editor kunnen we nu starten met het ingeven van de code. In dit eerste programma vragen we aan de gebruiker twee natuurlijke getallen op, m en n, elk op een afzonderlijke regel. We berekenen de som en drukken het resultaat af. We zullen al onze programma's steeds voorzien van commentaar. In deze commentaarregels geven we de grote onderdelen van het programma aan. In de huidige oefening vragen we twee natuurlijke getallen op, berekenen de som en drukken deze af. We vullen nu de code aan. Bij het inlezen van de twee getallen maken we gebruik van twee variabelen m en n. De variabele m krijgt de waarde van de eerste invoer. De variabele n krijgt de waarde van de tweede invoer. Gegevens die op deze manier worden ingevoerd, worden steeds als een string opgeslagen. Aangezien we met de ingevoerde waarden wensen te rekenen, moeten deze omgezet worden naar gehele getallen. Dit gebeurt met de int-functie in de derde en de vierde regel. Het resultaat van deze omzettingen wordt opnieuw opgeslagen, respectievelijk in de variabele m en de variabele n. In het tweede deel van de oplossing worden beide getallen opgeteld. En het resultaat wordt weergegeven door gebruik te maken van de ingebouwde printfunctie. Na het intikken van de code zien we hier een syntaxfout verschijnen. Deze wordt namelijk aangegeven door de rode wiebellijn. We hebben bij het oproepen van de printfunctie namelijk geen ronde haken gebruikt. We corrigeren onze fout, het opslaan van het bestand gebeurt automatisch en we kunnen het bestand nu een eerste keer runnen. We kiezen voor Run som in het snelmenu. En in het onderste deel van het scherm wordt een console geopend waarin het programma uitgevoerd wordt. De tekst bij de eerste invoer verschijnt in deze console. We voeren een eerste getal in.
de tekst van de tweede instructie verschijnt en we voeren een tweede getal in. Het programma berekent de som en drukt deze af. Op dit ogenblik hebben we dus een correct werkend Python-programma. Merk op dat ook de lijnnummers in het editorvenster automatisch getoond worden. Je kan deze optie aan- en uitzetten door in het snelmenu Show Line Numbers aan of uit te vinken. Tot hier deze video die ons probeert wegwijs te maken in de PyCharm-omgeving. Een nieuw project werd aangemaakt, er werd een opdeling gemaakt in mappen en uiteindelijk werd een eerste programma geschreven, bewaard en uitgetest.